Staan jullie klaar voor les 15? We beginnen met herhalen. Bal in de lastige hand. En we kruisen hem voorlangs. En gooien weer terug. Laag vangen. Net boven je hoofd gooien. Doe je mee? Klaar. En gooi. 1. En gooi. 2. En gooi. 3. En gooi. 4. En gooi. 5. Laag vangen. En gooi 6. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. En gooi 10. Let op. Het pilaren. Hebben we een tijd geleden gedaan? Gaan we kijken of we dit weer terug kunnen pakken. Twee ballen naast elkaar. In iedere hand één bal. En we gooien hem op. En we proberen hem te vangen. Probeer hem net boven je hoofd te gooien. En laag vangen. Doen jullie mee? Klaar. En gooi 1. En gooi 2. En gooi 3. En gooi 4. En gooi 5. En gooi 6. Kijk naar de bal. En gooi 7. En gooi 8. En gooi 9. En gooi 10. De eerste nieuwe stap van vandaag. We hebben in allebei handen hebben we een bal. En we beginnen met de lastige hand. Dan vang ik ze, maar nu begin ik met de fijne hand. En die wisselen steeds. Moet je op de gele bal letten? Die begint steeds. Doen jullie mee? We starten met de lastige hand, waar ik nu de gele bal in heb. Klaar. Gooi laag en probeer ze te vangen. Klaar. En gooi, gooi. 1. En de andere hand beginnen. En gooi, gooi. 2. De lastige hand. Gooi, gooi. 3. En gooi, gooi. 4. En gooi, gooi. 5. En gooi, gooi. 6. En gooi, gooi. 7. En gooi, gooi. 8. Lastige hand beginnen. Gooi, gooi. 9. En gooi, gooi. 10. De tweede oefening lijkt heel erg op de eerste. Maar we gaan de ballen nu hoger gooien. Ik vind geel de mooiste kleur, dus daar begin ik weer mee. Gooi hem daar. En vangen. Nu met de andere hand. Gooi, gooi. En vangen. We starten allemaal met de lastige hand. En daarna de fijne hand. Ja? Hoofdhoogte, laag vangen. Klaar. En gooi, gooi. 1. Fijne hand. En gooi, gooi. 2. Lastige hand. Gooi, gooi. 3. Fijne hand. Gooi, gooi. 4. En gooi, gooi. 5. En gooi, gooi. 6. Lastige hand. Gooi, gooi. 7. En gooi, gooi. 8. En gooi, gooi. 9. En gooi, gooi. 10. Zijn we nog niet eens aan het rekenen, moet je nu al nadenken bij de volgende oefening. Let op. We starten met de fijne hand. In dit geval de rode bal. Die gooien we hoog. En de tweede gooien we laag. Komen ze bijna gelijk naar beneden. Dus hoog en laag. Goed nadenken. Hè? Bal in de fijne hand. In de lastige hand. Klaar. En we starten met de fijne hand. En gooi, gooi. 1. En gooi, gooi. 2. En gooi, gooi. 3. En gooi, gooi, 4. En gooi, gooi, 5. En gooi, gooi, 6. En gooi, gooi, 7. En gooi, gooi, 8. En gooi, gooi, 9. En gooi, gooi, 10. We starten met een fijne hand. Let op de gele bal. Daar beginnen we mee. 8. Nu start ik weer met de gele bal. 16. En zo gaan we door met de taal van 8. Doen jullie mee? Klaar. En gooi, gooi. 8. En gooi, gooi. 16. En gooi, gooi. 24. En gooi, gooi. 32. En gooi, gooi. 40. En gooi, gooi,
48. En gooi, gooi, 56. En gooi, gooi, 64. En gooi, gooi, 72. En gooi, gooi, 80. Ha! Oh, oh ja. Hé, we gaan de tafel terug doen. Doen we op dezelfde manier, maar nu beginnen we met 80. Dus, we beginnen met een fijne hand. 80. En nu de lastige hand. 72. Doen jullie mee? Klaar. Bal in de fijne hand. Daar starten we mee. En in de lastige hand natuurlijk ook. Maar we starten met fijn. Klaar. En gooi, gooi. 80. Andere hand. En gooi, gooi. 72. En gooi, gooi. 64. En gooi, gooi. 56. En gooi, gooi. 48. En gooi, gooi. 40. En gooi, gooi. Juist 32. En gooi, gooi. 24. En gooi, gooi. 16. En gooi, gooi. 8. En de laatste. Gooi, gooi. 0. We roeren voor de derde oefening weer de hele tafel van 8 door elkaar heen. We starten in de fijne hand. Ik noem de som, jullie bij het vangen het antwoord. Dus 10 keer 8. Heel goed. Ik begin altijd met een gele bal, hè. Fijne hand, let op. Doe mee. Klaar. En 10 keer 8. Juist, aan de rand. En 5 keer 8. En 10 keer 8. En 9 keer 8. En 2 keer 8. En 4 keer 8. En 8 keer 8. En 7 keer 8. En 6 keer 8. Laatste. En 3 keer 8. Ik geloof dat dat... Wat? Oh ja, 24. Dit was best een moeilijke les, hè? Veel door elkaar. Maar als je nog verder wil, kan je thuis oefenen met het volgende. Gooi, gooi, kruis, kruis. Succes!